Mitchell van der Graag, we staan vlak voor vertrek op trainingskamp naar Spanje. Heb je al bedacht hoe je alles in elkaar gaat zetten? Nou, in grote lijnen dan staat eigenlijk alles al vast vanaf 2 januari. Dus daar heb ik de vakantieperiode voor benut om te kijken van wat willen we doen. Gaan we verder met dezelfde manier van spelen. Je bent bezig met spelers, nieuwe spelers. Komen die wel voor trainingskamp of niet? En in grote lijnen staat alles al wel vast. Je gaat een wedstrijd spelen, je gaat de tegenstander bekijken. Dus dat zijn wel dingen die gewoon doorgaan en die al redelijk vaststaan. Hoe ziet een dag voor jou eruit? Op trainingskamp. Vroeg opstaan en dingen bespreken, staf, ontbijten, trainen. Weer besprekingen, individuele gesprekken komen terug. We hebben groepsgesprekken. We hebben, zeker omdat we een bepaalde manier van spelen hebben, dat we daar ook aandacht aan gaan geven met video. 'S Middags trainen, 's avonds weer gesprekken, individuele gesprekken. Dus dat gaat zo'n dag is redelijk lang. Af en toe denk je van een lekkere trainingskamp, lekker in de zon. Dat is ook lekker, maar er komen ook wel veel dingen bij kijken. En zeker het individuele contact, wat normaal gesproken door een normale werkweek iets minder is. Ja, dat is nu veel intensiever en veel belangrijker gaat dat worden op zo'n trainingskamp. Wat is dan precies het grote verschil met een dag in Zundert en een dag daar? Omdat je iedereen bij elkaar hebt. Dus je kan een aantal dingen kan je wat makkelijker bespreken. Je hebt 's avonds in de avonduren heb je natuurlijk ook nog tijd. Wat ik dan net aangeef, we kunnen video kijken van de dingen die we graag willen zien. Je kan de wedstrijd ga je bespreken, individuele gesprekken, je kan linie pakken. Dat zijn allemaal dingen die als je op trainingskamp bent wat makkelijker zijn dan als je hier alleen in Zundert bent. Een vraag die bij de achterban leeft is, blijven jullie vasthouden aan 5 verdedigers of gaan jullie misschien wel terug naar 4 verdedigers in het tweede seizoen zelf? Nou, in principe is het voor ons dat we doorgaan op de manier van hoe we gespeeld hebben. Dat is belangrijk geweest voor ons in ieder geval gedurende het eerste seizoen zelf om te veranderen. Nou, dat ga je dan weer analyseren en dat heeft ons veel gebracht. Het is nog niet dat je zegt van we zijn super tevreden of we gaan lekker achterover zitten en we hebben het lekker boven. Absoluut niet. Maar het is wel, de intentie is wel om daarmee door te gaan. En dat kun je in zo'n week kun je weer verder gaan bekijken, analyseren en ook duidelijk, nog duidelijker maken van hoe we het willen hebben. Je hebt Karami al binnengehaald. Nou wordt er in de media van alles gespeculeerd over verdere versterken. Zit er al iets in de pijplijn? Ja, er zijn gesprekken, maar er is nog geen witte rook. Dus er zijn natuurlijk altijd spelers die verschillende gesprekken hebben bij een aantal clubs. We hebben gesprekken met spelers en de ene keer gaat het wat sneller, zoals het geval van Galit. Soms duurt het wat langer, spelers willen misschien nog een keer wat langer wachten. Je bent ook afhankelijk van de club die een speler of moet verhuren of moet verkopen. Hoe die deal gaat werken. Maar we hebben wel gesprekken, alleen we hebben nog geen witte rook. Dan wil ik alleen nog even kort vooruitblikken op het oefenduel tegen Sint-Truiden. Wil je ingevullen met reservespelers of wil je echt met de potentiële basiself beginnen aan die wedstrijd? Nou, dat is al heel erg vooruitlopen natuurlijk. Zeker ook voor de ploeg. Maar als je kijkt naar de korte periode die je hebt voor je eerste competitiewedstrijd Willem II. Volgende week ga je de tweede week in. Ja, dan kun je wel nagaan dat je in grote lijnen met de ploeg gaat spelen die je voor ogen hebt voor de eerste competitiewedstrijd. Of in ieder geval na de winterstop. Dankjewel. Alsjeblieft.